gadver. Echt gadver. En dan kijk ik nog even goed en dan zie ik er ook nog toiletpapier of tissues. Dat hebben ze dan kennelijk gewoon bij zich. Stinkende bruine hoopjes, wc-papier of plastic zakken waar je niet in durft te kijken. Je komt het allemaal tegen in dit bosje aan de Jan Teulingslaan in het Amstelveense Westwijk. Al 4 jaar lang is hier een wildpoeper actief die er regelmatig lekker voor gaat zitten in het bosje midden in de woonwijk. Je ruikt het gewoon dat ik op een gegeven moment denk in de tuin, wat er is iets. Nou, en dan meestal is dit het. Fleur Springer-Jonker heeft het meest last van de smerige taferelen die in het bosje plaatsvinden. Zij woont er namelijk naast. Maar hoe weet de buurt zo zeker dat het om menselijke uitwerpselen gaat? Je ziet het gewoon ja, aan de structuur. En dat is echt heel smerig wat ik nu zeg. Maar ja, dat is het. En dan natuurlijk met de tissues ernaast of toiletpapier of kranten. Ja, dan is 112, dat kan natuurlijk alleen maar door een mens gedaan zijn. Wat die vermoedens nog meer bevestigt, is dat Fleur en haar buurvrouw Mira allebei al een keer een man met zijn broek op zijn enkels in het bosje hebben betrapt. Die loopt hier de bosjes in, die trekt zijn broek naar beneden en die gaat zitten. En ik loop eigenlijk door. Dacht ik, nou, ik heb dit geloof ik niet goed gezien. Dus toen ben ik inderdaad even teruggelopen. En ik had het dus inderdaad wel goed gezien. Dat ik dacht, nou, dat kan gewoon niet waar zijn. En toen liep hij gewoon door. Alsof, en ik heb nog gezegd van, hey, joh, wat doe jij nou? En hij draait zich om en hij kijkt en loopt gewoon door. Fleur en Mira omschrijven de man als iemand van Oost-Europese afkomst en vermoeden dat het om een gastarbeider zonder vaste verblijfplaats gaat. Ze hebben meerdere keren bij de gemeente aan de bel getrokken, maar die zegt tegen NH Nieuws nooit een melding te hebben gekregen. Ik heb voorgesteld nu, een maand geleden, dat we samen een oplossing misschien kunnen vinden. Maar ja, daar kreeg ik natuurlijk antwoord dat ze het mee zullen nemen in hun rondes. Maar dat ze er verder eigenlijk niets aan kunnen doen. En dus heeft Fleur zelf maar bordjes geplaatst. NH Nieuws en Aan Amstelveen besloten de buurt een handje te helpen en plaatsten een camera in het poepbosje. Het leverde een verdachte op. Maar vervolgonderzoek wijst uit dat deze verdachte niet verantwoordelijk kan zijn voor de grote hopen die doorgaans worden gelegd.